Ja, ik vind het eigenlijk een teleurstelling. Ja, het is één grote teleurstelling. Die motie die blijft natuurlijk tot stand. Maar ik vind die motie van treurnis vind ik meer dan terecht. Wat zou jij eigenlijk willen wat daarmee gebeurt? Wat ik wil graag dat een eerlijk proces is. De hele verkoop van de kookschool. En dat is ook de reden waarom ik de motie heb ingediend. Ik wil graag dat ook het proces richting de raad wordt gevolgd. Die heeft het helaas niet gehaald. Nee, dat klopt. En dat is heel erg jammer. En daar zijn we ook zwaar in teleurgesteld. Dus er zal nu toch wel een of ander onderzoek moeten komen waar alles boven tafel komt. Hoe dit proces nou is gegaan, zeg maar, met betrekking tot de kookschool. Dat moet ergens boven tafel komen. En ik weet dat het college nou een onderzoek heeft ingesteld. En in die brief zet het college heel erg in op de ambtenarij en op de wat iedereen doet. Maar het college zelf blijft daar een beetje buiten beschouwing, heb ik het idee. Dus ik hoop ook dat het college zelf in de spiegel gaat kijken en zichzelf meeneemt in het onderzoek. Nou, de kookschool hebben we hier vanavond gewisseld dat het besluit van het college om het te beschikken te stellen voor woningbouw, dat in beginsel overeind blijft. Maar dat wij nog kijken naar de afwikkeling van de contractvorming, met welke partijen we precies in zee gaan. Daar is aanleiding toe, omdat er wat vragen zijn gerezen over de geldigheid van de totstandkoming van dat verkoopbesluit. Maar ik verwacht in ieder geval dat een uitgebreid onderzoek komt naar hoe de vastgoed, de verkoop van vastgoed, maar ook van grond, hoe dat hier eigenlijk in het huis werkt. Of misschien wel helemaal niet werkt. En dat het college zichzelf ook in de spiegel kijkt. Dat het college ook in dat onderzoek ter verantwoording wordt geroepen, zeg maar, zodat de raad ook duidelijk krijgt hoe heeft het college hierin gehandeld. Want dat is nog een beetje onduidelijk. En de meerderheid van de raad heeft besloten dat we dat niet doen. Dat het dus een zaak is, de verkoop van scholen is een zaak van het college. Dat moeten ze goed doen. En zoals ik al juist zei, er zit een vraag nog met betrekking tot de afwikkeling van die verkoop. En daar zullen we ons nog nader op beraden. Het mandaat wat het college van de raad krijgt, misschien moet je dat ook wel onder de loep nemen. Van, is het college wel in staat om goede keuzes te maken? Dus misschien moet je dat ook wel gewoon weer terug aan de raad geven, zodat de raad uiteindelijk een oordeel kan vormen of het college goed heeft gehandeld in verkoop.